Cosmetica winkels liggen tegenwoordig vol met van die bruisbommen, of bath bombs zoals ze dat in het Engels noemen. Maar die kan je ook heel erg makkelijk zelf maken. En vandaag ga ik jullie laten zien hoe je dat doet, dus kijk maar even mee. Oké, wat heb je hiervoor nodig? Ik heb hier in ieder geval 150 gram baking soda. Daaraan voeg ik 30 gram maïzena toe. Maïzena, dat is ook wel maïszetmeel. Sla dat eventjes kort door elkaar heen. Dan voeg ik 100 gram citroenzuur toe. Dit is in korrelvorm. Ook dat meng je weer eventjes kort door elkaar heen. Voeg daarna een zakje thee toe, maar dan alleen de blaadjes. Het zakje scheur je open. Maakt niet zoveel uit wat voor een thee dat is, gewoon welke je lekker vindt. Dan voeg je 50 gram gesmolten kokosolie toe. En een geur die je lekker vindt, een essentiële olie. Ik heb hier lavendel. Een paar druppeltjes. En dan meng je het geel goed door elkaar. Het wordt een soort dikke pasta. Dan is het tijd om het in een mal te zetten. Dus dat gaan we nu even doen. Oké, ze zijn klaar en nu is het tijd om ze in te vriezen. Ik doe dit minstens een paar uur. Ik zet ze er nu gewoon even 24 uur in. Dan weet ik namelijk zeker dat ze gewoon klaar zijn, opgedroogd zijn. Oké, ze zijn klaar. We zijn een dag verder en ze zijn nu helemaal klaar. Ik heb hier ook een bak water staan en we gaan er even eentje indompelen. Ik heb hier helaas geen douche, anders kon ik het onder de douche proberen. Dus we doen het gewoon in een bak met water. Ik kan je wel vast vertellen dat de blokjes echt heel erg lekker ruiken. En nou is het de bedoeling dat ze gaan bruisen en dat de geur nog meer vrijkomt. Nou, zoals je ziet bruist het hartstikke goed. Het ruikt natuurlijk hartstikke lekker naar lavendel en de thee die ik erin heb gedaan. Ik raad het zeker aan dit te proberen, want het heeft echt een hele kalmerende geur. Echt super lekker. Vond jij deze tip nou handig? Vergeet hem nog niet te delen met iedereen die je kent. Geef ook even een duimpje omhoog en was je nog niet geabonneerd, doe dat dan ook meteen. Want dan kom je dagelijks dit soort leuke tips tegen. Ik zie je de volgende keer bij Handig. Dat is handig!